Ken je ze nog? De hits van Earth and Fire? Meer dan 55 jaar geleden ontstond deze Haagse nederpopband. Het wordt na 36 jaar weer hoog tijd voor een fanclubdag. En die komt eraan. Op zondag 10 november komen alle fans van hun muziek bij elkaar. En niet alleen jij als fan kan hierbij zijn. Tal van bekenden uit de nederpopscene zullen er ook op deze dag bij zijn. Zoals Lois Lane, De Bombita's, Henk-Jan Smits, Hans van Hemert en nog vele anderen. Arnoud Koek, invalrody van het eerste uur, heeft de geboorte van de band meegemaakt. Hij vertelt ons de mooiste anekdotes, zoals deze. Een van mijn mooiste herinneringen is toch wel het moment dat Johnny en Wijnand terugkomen uit Engeland met achterin de Earth and Fire bus de Mellotron. Die eerste klanken in de oefenruimte zal ik nooit vergeten. Meer daarover op de Fanclubdag. Op een groot ledscherm worden in bijna anderhalf uur tijd de mooiste nummers met prachtige visuals getoond. En dat is nog niet alles. De beste Nederlandse Earth and Fire Tribute Band treedt deze dag op en beleef je een spectaculair liveconcert. Dit en nog veel en veel meer zal tussen 3:30 en 9:00 voorbij komen. Mis dit niet en score je kaarten nu. Tot en met 9 juli zijn ze verkrijgbaar tegen het early bird tarief. Kijk op de Facebookpagina Fanclub Earth and Fire en Johnny Kaagman voor meer info en voor de aanschaf van jouw kaarten. Kom ook op zondag 10 november vanaf 3:30 in het Azotot in de Meren.